Hi, Sjoerd van Bach Music. Dit hier is de Röde M3 en dat is een condensator instrumentmicrofoon. En die heeft een aantal slimmigheden. Sowieso is het echt volgens de Röde kwaliteit geproduceerd. Röde is een fabrikant uit Australië en zij maken altijd zeer solide microfoons. Ook deze, in metaal uitgevoerd, een rank en slank type. In tegenstelling tot ikzelf. Hij wordt compleet geleverd met een microfoonhouder, een windkap en een schroefdraadadapter. En natuurlijk met een foedraaltje, een etui waarin je hem kunt bewaren. Nou, ik vertelde over die slimmigheden. Zoals je misschien wel weet, een condensatormicrofoon heeft fantoomvoeding nodig. Meestal loopt dat via het mengpaneel, dus dan krijg je 48 volt. Dat gaat gewoon via het microfoonsnoer. Maar deze Röde, die kun je ook gebruiken in het veld bijvoorbeeld. En dan kun je hem voeden met behulp van een 9 volt batterij die hierin gaat. Nadat ik hem toch heb opengeschroefd, hier zit ook een padschakelaar. Oftewel 0 dB, min 10 of zelfs min 20. Dus als je hele luide geluidsbronnen hebt, dan kun je daarmee het ingangssignaal een beetje afzwakken, zodat hij niet overstuurt. Ik schroef hem weer even dicht. En dan vinden we hier aan de bovenzijde nog een schakelaar. Helemaal naar onder staat een nulletje, dat betekent dat de microfoon uitstaat. En dat is natuurlijk om de interne batterij, wanneer je die gebruikt, te beschermen. Of althans, om die niet leeg te laten lopen wanneer je hem niet gebruikt. Helemaal boven heb je de low-cut filter en die zorgt dat de lage frequenties beneden 80 Hz worden afgekapt. En dat zorgt ervoor dat er ongewenst omgevingsgeluid, dat dat niet op je opnames terechtkomt. Deze microfoon, waar gebruik je die nou voor? Nou, het is een cardioïde richtingspatroon wat die heeft. En dat betekent dat het geluid van voren wordt opgepikt en licht van de zijkanten, maar van de achterkant wordt het genegeerd. Omdat deze microfoon een maximale belastbaarheid heeft van 142 dB, kun je met een gerust hart voor een hele luide gitaarversterker zetten. Zoals ik al zei, is hij zeer geschikt voor het opnemen van akoestische instrumenten. Want hij heeft een frequentiebereik van 40 Hz tot 20 kHz. En dat is een enorm breed bereik. En daardoor komen akoestische instrumenten prima tot hun recht. We gaan eens even een stukje gitaar laten horen via deze Röde M3. En daarvoor vraag ik mijn collega Pieter.